Ik heb onlangs mijn boekenkast helemaal uitgezocht en ik heb toen mijn gelezen boeken gescheiden van mijn ongelezen boeken. En het idee is dat mijn ongelezen boeken voortaan in dit mooie, handige kastje gaan staan. Dit is een karretje eigenlijk van IKEA, de Raskol, als ik het goed zeg. Echt een van de allereerste edities met deze hele mooie kleur. Die kan je ook nu niet meer kopen. Ik hou hem ook omdat hij dus niet meer te koop is en hij zo ontzettend bijzonder is qua kleur, vind ik. Ik vind het een hele fijne kleur. Hoe dan ook, ik heb hier echt heel veel boeken liggen die ik nog niet heb gelezen. En mijn doel is om zoveel mogelijk ongelezen boeken uit mijn boekenkast te lezen. Eigenlijk wil ik gewoon aan het einde van het jaar nog maar 10 boeken overhouden en het daarmee doen. Maar ik weet niet hoe haalbaar dat is. Vandaag gaan we in ieder geval deze boeken uitzoeken, want er staan heel veel boeken tussen waarvan ik ook al weet, die wil ik gewoon graag wegdoen, want ik ga ze niet meer lezen. Het past gewoon niet bij mij of ik heb het al zo vaak geprobeerd, het lukt niet. Dus we gaan er gewoon doorheen. Ik ga boek voor boek langs. Het wordt een lange rit, denk ik. Of ja, ik probeer het wel kort te houden, maar mezelf kennende praat ik toch al weer makkelijk 20 tot 25 minuten vol. We gaan er gewoon mee beginnen. Het eerste boek is van Leanne Moriarty, 9 volmaakte vreemden. Ja, die wil ik nog steeds wel heel graag lezen. Is best wel een dik boek. Het is een thriller, is ook verfilmd. Heb ik het vaker over gehad, maar ik ga hem toch houden, want ik weet dat ik hem graag wil lezen. Dus ik ga hem meteen een plekje geven in mijn karretje. En als ik dan kijk naar het boek dat daarna komt, weer een boek dat ik graag zou willen lezen. Dat is Mythos van Stephen Fry. Dit gaat over de Griekse mythologie. Ik wil er graag meer over leren. Alleen ik maak er niet echt de tijd voor. Dus hij gaat ook mijn karretje in. Een boek dat ik graag deze maand wil lezen. Dat is Trots en Vooroordeel van Jane Austen. Vertaald door Lisette Jonkman. Ik wil al een hele lange tijd klassiekers lezen. En dit boek is bij uitstek geschikt. Staat dus ook serieus op mijn leeslijst om op te pakken. Is nog wel ongelezen. Maar ik ga meteen al even apart leggen. Zodat ik er ook echt daadwerkelijk tijd voor kan gaan maken. Ik heb hier nog een boek van Leanne Moriarty. Dit is Grote Kleine Leugens, die is ook verfilmd, wil ik ook graag lezen. Ik denk dat dit bij uitstek geschikt is om in het najaar op te gaan pakken als ik ook wat meer vrij heb, want ik heb wat vrije weken ingepland. Die ga ik ook in het karretje leggen en ik hoop dat ik hem echt ga oppakken. Ik moet echt gewoon een soort evaluatiemoment voor mezelf gaan vinden waarop ik besluit, oké, ik heb hem niet gelezen, hij moet nu echt weg. Ik heb hier een boek liggen dat al heel lang in mijn boekenkast staat, maar waar ik gewoon de hele tijd maar niet aan toe kom of waar ik geen tijd voor maak. Het is ook nog eens een Engelstalig boek. En nu zul je misschien zeggen, ja, je spreekt toch gewoon Engels, dat lukt best wel. Maar ik kan geen Engelse boeken lezen, gewoon gefocust. Dat lukt gewoon niet. Ik weet niet waar mensen de tijd vandaan halen. Ik heb in ieder geval hier My True Love Gave to Me, geschreven door 12 verschillende auteurs. En een boek dat vol met korte kerstverhalen staat of feestdagenverhalen moet ik ervan maken. En ik wil hem gewoon heel graag al een hele lange tijd lezen. Maar ik heb er, nou, ik weet niet, het houdt me toch ergens heel erg tegen dat het in het Engels is. Ik vind Engels gewoon heel ingewikkeld. Ik kan prima Engels spreken, ik kan prima Engels luisteren. Schrijven kan ik ook nog wel, maar lezen, ik heb er echt niet de concentratie voor. Dit is nog wel een beetje een twijfelgevalletje. Ik leg hem nu gewoon in het karretje, maar twijfelgeval. Oké, laten we hier de hele stapel maar meteen doorlopen. Mary John van Anna Pessoa. Te vaak al opgepakt en te vaak gezegd, niet helemaal zin in. Al heb ik er wel heel veel goede dingen over gelezen. Ik overwoog eigenlijk toen ik hem oppakte om hem weg te doen, maar nu denk ik, ja. Ik heb hier het boek Vleugels van de Dood van Beau Charlotte. Die zat in een boekenbox. Lijkt me leuk, maar ik vraag me gewoon echt af of dit wel bij mij past. Het is een young adult boek. Dus ik leg hem even apart en ik vraag even of een van de meiden van Adorable Books hem graag zou willen lezen. Ik heb hier een boek van Virginia Woolf, Mevrouw Dalloway. Dat wil ik ook al een hele lange tijd lezen, maar niet van gekomen. Ik denk ook niet dat ik dit boek per se ga lezen, dus ik ga hem ook apart houden. En dan heb ik hier het boek Kruistocht in Spijkerbroek. Daar ben ik ook al aan begonnen. En ik ben op pagina 34. Ik zou deze heel graag willen lezen, omdat ik geen jeugdklassiekers heb gelezen vroeger. En ja, dat is heel erg, dat weet ik. Ik leg deze in mijn kastje en die ga ik hopelijk deze winter ook oppakken. Hoe vaak ik het al niet heb gehad over Het Achterhuis van Anne Frank op mijn leeslijst. En dan het boek Grip van Rick Pastoor, half gelezen. En elke keer als ik hem lees, dan lees ik hem ook maar tot de helft. Ik weet niet wat het is. En ik heb nu heel erg de behoefte om meer grip te krijgen op mijn planning. Dus die leg ik ook meteen apart om komende tijd op te gaan pakken. Een boek dat ik heb toegestuurd gekregen, maar nooit heb aangevraagd en ook nog nooit heb gelezen, is Dochter van de Vuurhoeder van Angeline Boody. Ik wil hem wel graag lezen, maar ik heb er nog niet echt tijd voor gemaakt. Ik ben begonnen aan Patronen doorbreken, een heel interessant boek.
En ik ben nog niet zo heel erg ver. Ik was op pagina 50. Het is niet een heel dik boek. En ik denk ook dat ik deze echt wel in een weekend uit kan hebben. Of misschien zelfs een dag wel. Omdat het gewoon heel vaak hele korte verhaaltjes zijn met heel veel witruimte. Ben ik nu dus mee bezig. Super interessant. Ik heb hier een boek dat ik niet ga lezen. Ademloos van Jennifer Niven. Het is een young adult boek. Ik was aan het lezen. Ik voel hem gewoon niet heel erg. Ik was op pagina 50, maar het was hem gewoon niet. Dus die ga ik ook aan een van mijn vriendinnen geven. Ik heb hier Nooit gedacht van LaToya Morris. Hij zat ook in een boekenbox. Maar ook dit boek is er een waarvan ik denk, ik weet niet of dit helemaal mijn ding is. Ik heb hier Het boek der heiligen van Leigh Bardugo. Nu ik wat meer in de Grisha boeken zit, vind ik het een beetje zonde om hem weg te doen. Het was mijn idee om hem weg te doen, maar ik twijfel daar nog een beetje over. Ik denk dat ik hem wel weg moet doen, want ik heb er toch niks aan. Het zijn niet van die boeken die ik ook echt daadwerkelijk oppak en ga lezen, denk ik. Zeker niet omdat ik de Grisha boeken, zeg maar de normale Grisha boeken, dus deel 1, 2 en 3... niet heel interessant vond. Wat ik vooral interessant vond was de kraaien. Dat vond ik heel interessant. Dit gaat nog best wel rap. Ik heb hier The Party Crasher van Sophie Kinsella. Wil ik nog heel graag lezen. Dit is nou echt een typisch boek waarvan ik denk, ja, dit past helemaal bij mij. Dus die staat nog op mijn leeslijst. Ik heb hier het boek Elke dag om 3 uur klaar. Ik denk dat ik die ook nog wel even ga doorlezen. Ik zie namelijk dat er heel veel witruimte is, dus dat zal wel heel snel lezen. Dit gaat over een 6-urige werkdag. Ik heb hier het boek Waar ik liever niet kom van Lieselot Idema. Die heb ik toegestuurd gekregen, maar eigenlijk vanaf het eerste moment wist ik al dat het niet helemaal mijn ding was. Gaat ook op mijn stapel van boeken die ik weg ga doen. Een kinderboek dat ik nog heel graag zou willen lezen, dat is dit boek, De Veger, geschreven door Jonathan Auxier, ik denk Frans. Auxier, dan spreek ik het alsnog best Amerikaans uit. Ik ben niet de beste met namen. Het is een kinderboek. En het lijkt me ook een heel bijzonder boek, dus die leg ik ook nog op mijn leeslijst om op te pakken. En dan heb ik hier 1984 van George Orwell. Die had ik bijna uit. Oh my god. Ik weet ook niet eens waarom ik gestopt ben. Dus ik leg deze weer wat hoger op mijn leeslijst, omdat ik hem wel graag wil uitlezen. Zeker omdat het niet zo lang geleden is dat ik hem heb gelezen. Het zou een beetje zonde zijn als je op een gegeven moment niet meer weet waar het boek precies over ging. Ik heb hier een boekje van Matthijs van Nieuwkerk met, het heet Zonnegloren. Dit hoorde bij de zomerleescampagne van afgelopen zomer. En hier staan allerlei verhalen in van verschillende auteurs. Ik denk dat ik deze wel hou en misschien wel ga lezen. Ik weet het nog niet zo goed. Ik moet zeggen, ik vind die boekenweek geschenkboekjes nooit zo heel erg leuk. Er is maar één keer een boek geweest waarvan ik dacht, dat vond ik echt heel erg leuk. En ik vind Matthijs van Nieuwkerk nou niet echt per se een hele inspirerende man. Dus ik vraag me ook af of die verhalen dan ook wel echt bij mij passen. Maar goed, ik lees wel een verhaaltje en dan beslis ik het op dat moment. Anders doe ik hem gewoon weg. Op het moment dat ik dit film is het Boekenweek van Jongeren. En ik moet deze nog gaan uitlezen. Ik heb nog één verhaaltje te gaan, dus die gaat naar mijn leeslijst. Dit is de driepak. Dit is het Boekenweek van Jongeren geschenk. Met 3 verschillende korte verhalen, speciaal voor jongeren. Ik heb het verhaal van Chinook Thijs trouwens gelezen. Die is echt supergoed, maar ik had het niet anders verwacht van haar. Ik heb hier Bloed en Beenderen van Tommy Adjemi. Heb ik het ook al vaker over gehad. Die gaan we zeker lezen. Ik heb hier een boekenweekgeschenk. Wat wij zagen van Hannah Barefoots. Ik weet nog niet zo goed wat ik van dit boekje ga vinden. Dit is weer zo'nzelfde gevalletje als dat boekje van Matthijs van Nieuwkerk. Ik leg hem apart, ik kijk wel eventjes. Ik heb hier een kinderboekenweekgeschenk. En die wil ik eigenlijk wel graag lezen. Misschien ga ik daar maar ook meteen aan beginnen. Dat is Tiriel van Bette Westera. Tiriel en de toverdrank is het trouwens. En die is van kinderboekenweekgeschenk van vorig jaar. Het is lang geleden dat ik die in huis heb gehaald en de hoogste tijd om gewoon te gaan lezen. Ik heb hier een boek dat ik niet ga lezen. Wolkenstad van Anthony Doerr. Dit is een ongecorrigeerd vooruit exemplaar, is ook niet zo heel mooi. Ik vind er ook meteen een pasje in van de etels. Ik vond dit niet echt een goed verhaal. Ik ben na 100 pagina's gestopt. Omdat het verhaal te verwarrend was. Er waren te veel verhaallijnen door elkaar heen. Ik kon me niet concentreren daarop. En het werd gewoon steeds verwarrender. Dus ik ga hem aan een van mijn vriendinnen weggeven. Ik heb hier het boek Het is hier helemaal perfect van Carly van Tongeren. Die boek bijna uit, dus hij is nog ongelezen. Maar ik verwacht dat ik deze wel binnenkort uitlees. Ik heb hier het boek 5 Levens van Jenny Tingui Zhang. Ook die heb ik bijna uit. Een heel bijzonder verhaal dat me echt wist te raken. Ik ben heel benieuwd naar het einde. Ik heb hier Koning van Katoren en ook die heb ik bijna uit. Wat stom dat ik die niet heb afgelezen. Ik ben hier vorig jaar aan begonnen, maar ik ben nooit geëindigd. Die leg ik meteen op mijn leeslijst voor de komende tijd. En ik heb hier nog een ander jeugdboek en dat is 8e groepers huilen niet van Jacques Vriends.
En ja, ben ik heel benieuwd naar. Misschien pak ik die wel meteen op nadat ik Koning van Katoren uit heb. Dan heb ik meteen twee jongere boeken uit. Het volgende boek is Een doodgewone nachtvlinder van Melody Klaver. Dat is een actrice. Dit verhaal, ik weet niet, het boeide me meteen al eigenlijk niet zo heel erg. Dus ook die ga ik aan een vriendin of aan familie weggeven. Dan heb ik hier De brief voor de koning van Tonke Dracht. Net als die andere boeken die ik net liet zien, wil ik deze ook graag lezen. Dit boek is, net als de andere boeken, onderdeel van de campagne Geef een boek cadeau. Dat zie je ook hier op de voorkant van het boek. Dat zie je niet per se op die andere boeken staan, maar wel op de achterkant. Ik weet niet of je het goed ziet. Ja. Die heb ik dus voor echt een prikkie gekocht. Omdat ik nog helemaal geen jeugdklassiekers echt had opgepakt. Dat is natuurlijk wel heel erg. Maar die ga ik de komende tijd wel proberen te lezen. Omdat het jeugdboeken zijn, verwacht ik ook wel dat ik ze snel uit zal hebben. En tenslotte heb ik hier De poppenfabriek van, hoe heet ze, Elizabeth McNeil. Heb ik zo vaak geprobeerd, maar ook die ga ik maar gewoon eens wegdoen. Het is ook niet eens een heel mooi boek, het is een leesexemplaar. Maar het is gewoon goed om af en toe even kritisch naar die boekenkast te kijken en te kijken, ga ik die boeken nou daadwerkelijk lezen? En die exercitie om boeken weg te doen is nooit leuk. Maar ik weet zeker dat hier boeken tussen zitten die ik aan collega's, aan vrienden, aan familie kan geven. Die er meer plezier aan hebben dan dat ik nu heb. En het voelt voor mij ook best wel benauwend dat ik de hele tijd zoveel boeken op mijn boekenlijst heb staan die ik moet lezen. En vooral omdat het heel vaak ook boeken zijn die ik heb geprobeerd te lezen. En dat vind ik gewoon dan toch een soort verplichting en dat voelt niet prettig. En ik denk dat het ook heel goed is als ik mezelf een beetje in de gaten hou van, is het nu realistisch? Ga ik deze boeken ook echt lezen? Heb ik hier tijd voor? Past het bij mij? Heb ik er zin in? Want heel vaak heb ik ook boeken waarvan ik denk, het lijkt me ergens wel leuk, maar ze passen niet bij me. En dat heb ik vooral bij young adult verhalen. Daar heb ik toch vaak het gevoel bij van, ik ben dat een beetje ontgroeid. Of het sluit net niet helemaal aan. En ik merk dat ik nu in een bepaalde fase zit in mijn leven, dat ik andere type boeken begin op te zoeken. Of meer waardering heb voor andere type boeken dan dat ik voorheen had. Dat is ook niet erg, dat moet gewoon kunnen. Maar ja, het is goed om gewoon af en toe even zo'n boekenlijst door te spitten en te kijken wat ga ik echt houden en wat ga ik niet houden. En ik heb nu een hele mooie stapel. Ik zal zo eens even vertellen hoeveel boeken het er zijn waar ik me de komende tijd mee bezig wil gaan houden. Ik heb alles net even nageteld. Ik heb in ieder geval 4 van die geschenkjes die bij campagnes horen rondom leesbevordering. Ik heb hier in totaal 20 boeken staan. En ik wil niet zeggen dat al deze boeken een plek gaan krijgen in mijn boekenkast. Want ik denk dat er alsnog genoeg boeken zijn die ik uiteindelijk weg ga doen. Maar ik ga echt de komende tijd focussen op deze leeslijst wegwerken. En dat kan dus uiteindelijk betekenen dat ik uiteindelijk beslis om boeken niet te gaan lezen omdat het toch niet aansluit. Of dat ik boeken weg ga geven aan vrienden, familie en collega's. Maar ik wil er gewoon echt een uitdaging van gaan maken om deze lijst te laten slinken. En ik heb oktober, ik heb november en ik heb nog december. Dus dat zijn 3 maanden waarin ik nog heel veel boeken kan gaan lezen. Ik ben in december een paar weken vrij. Ik heb in oktober en ik heb in november nog even vrij. Dus in principe zou het moeten lukken. Oh, ik kom er net achter. Ik mis ineens een boek, bedenk ik. Dus het zijn er 21. Een mooie uitdaging. 21 gedeeld door 3. Dat gaat me nooit lukken in 3 maanden. Ik weet wel dat er een hoop weg zal kunnen gaan uiteindelijk. Of dat ik een hoop zal hebben gelezen. Ik heb ook echt heel veel zin om bepaalde boeken te gaan lezen. Het moet natuurlijk wel een leuke uitdaging zijn en niet een verplichting zijn. Dat is heel belangrijk. De 9 boeken die ik uiteindelijk weg ga doen, die zorgen ervoor dat er in dit karretje uiteindelijk weer genoeg ruimte is voor andere boeken. Ik wil echt voor mezelf proberen om deze leeslijst gewoon weg te gaan werken. Zodat ik meer ruimte heb. En niet dat ik boeken blijf kopen terwijl ik eigenlijk nog genoeg leesvoer heb liggen. Soms vergeten we dat lezen een hobby is en dat boeken kopen een hobby is. Los van elkaar. Dat vergeet ik in ieder geval heel vaak. Hoeveel ongelezen boeken heb jij in je boekenkast staan? Laat het even weten door een reactie achter te laten. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat vooral. Geef een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En je ziet me volgende week weer. Doei doei!